Goedendag. Kijk naar het weersjournaal van Weerplaza en we zien dat we vandaag hoge temperaturen hebben gehaald in het westen, midden en zuiden van het land. 21 tot zelfs 23 graden in Brabant. Noordoost en oosten bleven achterkwart temperatuur. Daar zat meer bewolking. Een bui is tot nu toe nog niet gevallen, maar dat zou de komende uren lokaal nog kunnen. De meeste plaatsen houden het gewoon droog. Hele fraaie weer hebben we te danken aan een krachtig hoge drukgebied boven Scandinavië, dat zorgt voor een oostelijke wind bij ons. En in die oostelijke stroming zitten dus wel af en toe wolkenvelden, maar ook warme lucht. En als de zon dan schijnt, ja, dan heb je te maken met heerlijke temperaturen. Dat hoge drukgebied dat weet voorlopig van geen wijken, maar de luchtdruk in onze omgeving begint wel beetje bij beetje te dalen. Dat betekent dat de stroming iets zuidelijker gaat worden, maar vooral dat de kans op buien gaat toenemen. Dat geldt voor morgen, middag en avond met name in de noordelijke helft van het land. Echt slecht weer wordt het niet, zoals je ziet, want het lage drukgebied in de buurt van Portugal en Spanje blijft daar eigenlijk voorlopig op zijn plek liggen. Het hoge drukgebied heeft zich verplaatst van Midden-Scandinavië naar het westen van Rusland, maar ook dan komt de stroming nog steeds uit het zuidoosten en uiteindelijk bij ons dan tot het oosten. En voert warme lucht aan en vandaar dat de temperaturen verder omhoog gaan. Vanavond heel misschien dus lokaal een buitje in het noordoosten. Verder een wisselende bewolking, brede opklaringen en rustig weer. Er staat weinig wind. Temperaturen halverwege de avond een graad of 17 à 18. Komende nacht kan er, net als de afgelopen nachten, weer nevel of mist ontstaan. Verder is het wisselend bewolkt en minimaal tussen de 13 en de 15 graden. Het is dan overal droog. Prinsjesdag begint hier en daar grijs, dat lost snel op. Daarna hebben we een flinke zonnige periode, maar ook een aantal stapelwolken en wolkenvelden. Een mengelmoesje dus, waarbij de zon in het zuiden vaak de overhand heeft... maar in het midden en noorden gaat in de loop van de dag de bewolking toenemen. En daar groeien de stapelwolken vooral uit tot enkele buien. Lokaal kan er zelfs een klap onweer bij zitten. De kans op buien is morgen dus veel groter dan vandaag. Maar het wordt geen verregende middag... Droge weer overheerst ook daar nog in de middag. Temperaturen 21 à 22 graden in het buiengebied. 23 graden langs de oostgrens. En rond de 24 graden in Limburg. En daar heeft de zon de overhand. Dat is de dinsdag. De woensdag ziet er een stuk beter uit. Bij weinig wind uit het oosten heeft dan de zon bijna overal de overhand. Het blijft droog en het wordt zo'n 23 tot 25 graden. Dat zijn echt hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Donderdag opnieuw op veel plaatsen 25 graden. Maar na een zonnige ochtend neemt in de middag de bewolking toe en vanuit het zuiden wordt ook de kans op buien dan groter. Vrijdag hebben die buien ook het noorden van het land bereikt, dan is het dus wisselend bewolkt. Af en toe schijnt de zon, hier en daar valt een bui en de temperatuur leeft een graadje in, ligt vrijdag rond 24 graden. De buien van vrijdag kondigen wel een weersverandering aan, want vanaf zaterdag gaat de kwik verder naar beneden. En naar volgende week moeten we misschien nog maar niet gaan kijken. De trend is in ieder geval duidelijk naar beneden. En dan komen we eigenlijk iets boven de 15 graden uit. Zo rond de 17 à 18 graden. Dat is vrijwel normaal voor deze tijd van het jaar. Eerst nog een paar dagen met warm na zomerweer. Daar gaan we van genieten. En ik wens u een hele goede avond. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.